Goedemiddag allemaal. Mijn naam is Rijn van der Rozenberg. Ik ben specialist handschriftontwikkeling bij de onderwijsspecialisten. En ik vind het heel jammer dat ik vanmiddag niet bij jullie live bij de bijeenkomst aanwezig kan zijn. Maar toch wil ik jullie met dit filmpje aandacht vragen voor handschriftontwikkeling op basisscholen en het speciaal onderwijs. De inspectie die houdt ons steeds maar voor dat de basisvaardigheden heel goed op orde moeten zijn. Lezen, schrijven, rekenen. En laat dat nou heel goed ondersteund worden door het schrijven met de hand. Steeds meer wetenschappelijke onderzoeken laten zien dat leerprocessen veel effectiever, maar ook sneller verlopen als ze worden gecombineerd met het schrijven met de hand. Uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat het gericht hulp bieden aan leerlingen met een slecht handschrift heel effectief kan zijn. En het leuke is dat dat niet eens gekoppeld is aan een bepaalde leeftijd. Dus of je nu jonge leerlingen helpt met hun slechte handschrift of leerlingen in het voortgezet onderwijs, het blijkt zeer effectief te zijn. Dus daarmee kun je leerlingen ongelooflijk goed helpen. Maar waar kun je dan het beste mee beginnen? Je zou kunnen beginnen met het afnemen van een eenvoudige schrijftest die wij hebben ontwikkeld binnen onze werkgroep Schrijven NL. Het gaat hier om de quickscan en de quickscan geeft je een heel snel en duidelijk beeld van de resultaten op het gebied van handschrift van jouw leerlingen in de klas. Behalve dat de test gratis is te downloaden op de site, staan daar ook nog handige tips en een uitgebreide handleiding van hoe de test af te nemen. In een kwartier tijd heb je de test klassikaal afgenomen, dus dat gaat vrij snel. Ik hoop dat dit filmpje een aanzet is om eens te kijken naar hoe zit het met handschriften bij jullie op school. En ik hoop ook dat jullie zelf via Wikiwijs ook leermateriaal gaan delen, zoals ik dat zelf ook al heb gedaan. Kijk eens op die site, misschien staat er voor jou iets interessants op. En het kan ook zijn dat je zegt, ik heb nog wat vragen, dan kun je ook zeker bij mij terecht. En hieronder zie je zo meteen het mailadres waarop je mij kunt bereiken. Ik wens jullie verder nog een hele gezellige en vooral leerzame dag. En ik hoop dat dit filmpje echt aanzet is om eens goed te kijken naar wat doen we met handschriftontwikkeling.